ADO strijdt met Heerenveen om een plek in de play-offs. Twente is daar natuurlijk al zeker van. Is een van de grote kandidaten om kampioen te worden. Op bezoek dus in Den Haag zijn de belangen vooral voor Den Haag groot. De eerste kans is er voor Twente. Maar de inzet van Kasparij wordt van de lijn gehaald. Eerste helft die teleurstellend is. Met niet zo heel veel goede momenten. Dit is eigenlijk veelzeggend. Heel rommelig, heel slordig. Wordt er een penalty geclaimd. Begrijpelijkerwijs komt die er niet. Echt lekker vlot voetballen zat er te weinig in. Hier is wel ADO in de aanval met Dessing. Voorzet is dan goed. En dat levert de beste kans eigenlijk op voor ADO in de eerste helft. Maar de bal komt net niet uit bij Ravensberg. Twente dan weer met Kalma. De voorzet is goed en een prachtige beweging van Kasparij. Maar de redding ook goed van Barbara Lorsheid. Mooiste moment in de eerste helft. Maar dan verwacht je eigenlijk dat het na rust nog wat beter gaat, dat het tempo wat omhoog gaat. En dat valt dan toch ook tegen. Het spel wordt eigenlijk zelfs nog wat minder. Het wordt weer slordiger. En er komen gewoon te weinig kansen. Dit is dan een van de meest opvallende momenten eigenlijk in de hele wedstrijd. De bal terug. Moeilijke bal wordt gecoacht door Polak. Dat is ook zo. En dan gaat de bal erin door Van Belen. Maar wordt er hens aangegeven. Ja, met je arm mag je niet scoren. Zij zegt de bal komt helemaal niet op mijn arm. Maar hij wordt wel afgekeurd. ADO won nog in Enschede. Pakt nu een punt onder toezicht ook van bondscoach Sarina Wiegman. En de reactie bij de ADO-speelsters is duidelijk. Zij zijn uitermate tevreden met dit gelijkspel.